jongens, leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier en de rest. Doe alvast jongens een blauw duimpje omhoog en abonneren zou ook helemaal geweldig zijn. Want we gaan er weer stevig tegenaan in deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier en de rest. Ik ben vandaag weer in een prachtig mooi natuurgebied zoals jullie kunnen zien. Namelijk bij de Lemmelerberg. En dat ligt natuurlijk in de prachtig mooie provincie Overijssel. Kortom jongens, een prachtig mooi gebied die wij vandaag lekker gaan wandelen. Om te kijken of we nog hartstikke mooie beestjes tegenkomen. En ja, ik zou zeggen, let's go! Kijk jongens, er leven hier ook spanners in het bos. Dit is een hele mooie gecamoufleerde groene spanner. En je ziet hem gewoon haast bijna niet. Prachtig mooi diersoort. Nou jongens, het is vandaag prachtig mooi weer zoals je kan zien. Het is ook ontzettend warm, bijna 30 graden. Het is wel heel prachtig mooi weer om reptielen te spotten. Er komen hier ook reptielen voor jongens. Onder andere de duinhagedis. Ik ben hier zelf nog nooit in een natuurgebied geweest. Dus, maar het is wel hartstikke leuk natuurlijk jongens. Het is toch net een soort van vakantie als je in zo'n mooi gebied zoals deze komt. Dus wat ik nu een beetje ga doen is ik ga een beetje kijken wat we allemaal kunnen tegenkomen. Ik heb er in ieder geval zin in. Zo jongens, ik heb nu heel voorzichtig deze boomstam even open. Ik zag deze vrouwtjes daar hagedis net op tijd onder verdwijnen. Nou, gelijk al hagedis nummer 1. Oh, je kan hem net zien jongens. Een prachtige mooie duinhagedis, maar dan een mannetje. Mannetjes die kleuren nu natuurlijk groen. Om zo proberen indruk te maken op de vrouwtjes. Dan paren ze met de vrouwtjes. En dan neemt de kleur langzaam weer een beetje af. En die krijgen ze dan later weer in het voorjaar. Prachtig mooi mannetje, die zat lekker te zonnen. Echt een diertje wat je vooral in de duinen kan vinden, maar ook op de heide. Dus een prachtige mooie waarnemer jongens. Zo'n prachtige mooie vrouwtjes duinhagedis. Ik heb er al meer dan 9 jaar ervaring mee, ook met de spotten van duinhagedissen. Dus nou, ik ben er blij. Prachtig mooi vrouwtje. We laten haar wel lekker met rust en ja, we gaan rustig verder. Ondertussen jongens nog een ander mooi dier gespot. Dit is heel groot, wat is dat? Het is een roofvlieg. En een prachtige mooie soort ook. Zo te zien is het een hoornhuisroofvlieg. Die kunnen heel groot worden. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar zoals hun naam natuurlijk zegt, jagen ze wel natuurlijk op wat kleinere insecten. Zoals vliegen, sprinkhanen, alles wat ze maar te pakken kunnen krijgen. En dan steken ze hun snuit erin en zuigen ze hem langzaam leeg. Eigenlijk bijna een beetje hetzelfde als bij zo'n wans. Prachtige mooie waarneming jongens. Zelfs dazen zijn niet veilig. Dazen zijn steekvliegen. Maar je moet natuurlijk goed oppassen voor deze vliegensoort. Heel mooi. Prachtig mooi diertje jongens. Er leven heel veel verschillende soorten roofvliegen en dansvliegen in Nederland. Onder andere de veel voorkomende bosrandroofvlieg. Die wordt ook ongeveer zo groot. Prachtig mooi groot dier jongens en ze zijn ontzettend nuttig. Dus daar ben ik wel blij mee. Het is ook wel grappig om te zien jongens. Moet je kijken. Al deze mieren die maken hebben een soort weggetje hier gemaakt. Het zijn geen zwarte wegmieren, volgens mij zijn het bos. Ik weet even niet de namen van de soort, maar het is wel heel handig om dat zo te zien. Zelf kunnen mieren praktisch niet zien, dan zijn ze ook blind. Dus zeg maar, dus ze moeten het echt hebben van geur en zo. Maar dit is wel echt een heel grappig gezicht. Het is ook wel heel mooi jongens, een bijna roze sprinkhaan. Nou, deze kleur toch wat meer rood dan roze, maar je hebt ze ook in het roze. We hebben nog een mooie sprinkhaan jongens. Hij behoort tot de familie van de veldsprinkhanen. En je kan ze dus herkennen aan de zeer korte voersprieten. En op de manier hoe ze geluid maken. Wat grotere sprinkhanen zoals sabelsprinkhanen en krekels maken geluid door hun vleugels tegen elkaar aan te wrijven. Veldsprinkhanen, zoals je nu ook hoort, die maken dus geluid door hun achterste poten tegen de vleugels aan te wrijven. Dus dat is wel hartstikke leuk. En als je heel rustig bent, dan kan je dat dus ook zien. Prachtige mooie dieren zijn sprinkhanen jongens. Er leven in Nederland ongeveer meer dan 50 verschillende soorten sprinkhanen. En op zo'n klein veldje als deze zou je sowieso meer dan 20 soorten kunnen aantreffen. Hartstikke mooi.
Nou jongens, we hebben nog een prachtige mooie holospin. Deze soort behoort tot de familie van de trechterspinnen. Je kan ze heel veel vinden langs de bosranden, zoals waar ik nu een beetje zit. Dit zijn dan een beetje jongens de bosranden waar je ze kan vinden. En de naam holospin jongens kan je ook zien, want ze hebben een, een beetje een soort tapijtachtig web gemaakt. En ja, hij zit nu bij het holletje. Nou jongens, natuurgebied de Lemmerenberg bestaat natuurlijk voor een groot gedeelte uit prachtig mooi bos, maar ook uit heide, zandverstuivingen, noem maar op. Het is natuurlijk geen echte berg, maar een stuwwal. En een stuwwal is een heuvel in een landschap dat natuurlijk is ontstaan 150.000 jaar geleden in de ijstijd. Doordat al die hele grote gletsjers zo langs elkaar schuiven. En zo ontstond de Lemmerenberg en ook de Argemerberg. Dat zijn twee prachtige mooie grote bergen van meer dan 80 meter hoog. Dat is zo meer dan 20 meter hoger dan de Gebbeberg in Rhenen. De grond van deze twee bergen was dus te arm voor boeren om gewassen op te draaien. Dus liet ze het gewoon zoals het was. Dus eigenlijk is het gewoon echt een echt stukje natuur, om het zo te zeggen. En nou ja, ze lieten natuurlijk wel gewoon de schapen dan een beetje gewoon omheen grazen. En zo ontstonden ook een beetje de zandvlakte, zeg maar. Doordat die dus, het gras weghaalden. Wauw jongens, kijk, hier begint het al een beetje. Hier heb je een prachtig mooi heidegebied. Dat kleurt in september, oktober kleurt het heel mooi paars. Dus dan zal dit hele stuk zal helemaal paars kleuren. En hier, daar kan je alvast een paar kleine stukjes zien van de Lemmerenberg. Of de Argemerberg. Dit zijn allemaal hartstikke mooie plaatsen jongens voor hagedissen. Om op de zon, maar ook voor slangen. Noem maar op. En dan liggen ze vaak liggen ze dan hier een beetje. Op deze plaatsen kun je ze liggen zonnen. Maar ook bij boomstammen zoals je zag. Daar heb je wel boomstammen, maar daar kunnen ze zitten. En zodra de gevaar dreigt, dan zoef, schieten ze weg. Vaak zitten ze best wel dicht in de buurt van een holletje. Of een boomstam of weet ik het. Waar ze dan gelijk onder kunnen zitten. Hier hebben we nog een mooi beestje jongens. Dit is de voorjaarsmestkever. Hij lijkt een klein beetje jongens op de gewone mestkever of bosmestkever. Maar hij is toch heel anders vanwege zijn wat open. Dat ging niet helemaal volgens plan jongens. Meestal blijven ze zitten, maar zo te zien zijn ze nogal een beetje in een hurry hier, om het zo te zeggen. Er vliegen nu op dit moment heel veel mestkevers rond. Allemaal op zoek naar mest. Dat doen ze door middel van de voelsprieten en dat kunnen ze al vanaf, soms al vanaf 2-3 kilometer kunnen ze dus waarnemen waar de mest is. Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen jongens is dat was dus een voorjaarsmestkever. We hebben in Nederland meer dan 3 soorten mestkevers. Onder andere de gewone mestkever, de voorjaarsmestkever die je net zag. En een wat zeldzamere soort, de driehoornmestkever. Dus, maar goed, dat was dus een voorjaarsmestkever. En één groot verschil is dat hij heeft geen groeven in zijn schild zitten. De gewone mestkever heeft een beetje van die strepen, van die groeven in zijn schild zitten. De voorjaarsmestkever heeft dat niet, die is echt wat meer glad. Dus er zijn best wel veel hier. Ja jongens, we zijn er, de Lemmerenberg. Kijk, hier staat het ook jongens, de naam, de Lemmerenberg. Ook even leuk om te zien jongens. Dat ze hier staan een hele belangrijke informatie op. Kijk, hier staat het ook. Buitengewoon Lemmerenberg, door gletsjers vooruitgeduwd zand en grind, vormde de stuwwal 150.000 jaar geleden. Ik kijk 78 meter hoog, afgrond natuurlijk 80, maar toch wel prachtig mooi aantal hoogte. En kijk, hier heb je de duinhagedis. Nou jongens, nog eventjes, we zijn bijna bij de top van de Lemmerenberg, dus dan hebben we zo dadelijk prachtig mooi uitzicht over het gebied. Ik ben zeer benieuwd. Ik sta op een beetje plek zoals deze, maar dat is nog maar het begin om het even zo te zeggen. Ha. Thank you.
boom zit een nachtegaal. Met gefluit. Dat is de nachtegaal, jongens. Een van de reenjongens, waaronder nachtegalen, maar ook zangvogels als koolmeesjes, merels, roodbosjes aan het zingen zijn, is om te laten weten van dit is mijn gebied, oftewel om een territorium af te bakenen. En dat doen ze voornamelijk van voorjaar. En na 21 juni zal het wat minder worden, want dan zijn de meeste vogels zijn klaar met broeden en neemt het aantal gezangen van de vogels ook langzamerhand een beetje af. Bepaalde vogels, zoals merels of roodbosjes, zul je nog wel bijna het hele jaar door horen zingen. Maar dat komt omdat zij soms meerdere nestjes kunnen maken. Dus, maar tot nu toe hoor ik nog best wel veel vogelgefluit. Nou jongens, we zijn er! Het hoogste gebied van het natuurgebied, jongens, de Lemmelenberg. Wauw, moet je kijken! Moet je daar kijken, jongens, wat een prachtig mooi uitzicht. Kijk, wauw, jongens, wat een prachtig mooi gebied. Ik ben echt helemaal, ik ben gewoon hartstikke blij. Letterlijk mijn woorden kwijt, maar ik vind het prachtig. Gewoon heel bijzonder, jongens. Het klopt wel dat Nederland voor een grote plat is, met name in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, weet je. Maar ga eens bijvoorbeeld naar de provincie zoals Overijssel, waar ik nu ben, of Drenthe. Daar vind je ook hele mooie hoge gebieden. Zoals deze, de Lemmelenberg. Prachtig. Bijna over het hoofd. Er zitten prachtige mooie mannetjes daarnaast is. Op de rug heeft hij een gewone bruine streep, net als de vrouwtjes. Maar van de zijkant kan je zien dat hij heel mooi groen is. Hij behoort tot de familie van de echte hagedissen, jongens. En hij kan net als alle andere hagedissen kan hij zijn staart loslaten. Daar zit er nog eentje, jongens. Een prachtig mooi vrouwtje zit daar te zonnen. Ze heeft wel echt een hele grappige plek uitgekozen. Het zijn dan geen muurhagedissen, maar ze kunnen toch al prachtig mooi klimmen. Je kan ook deze, heeft hele mooie strepen. Prachtig, kijk, je ziet gelijk mooi het verschil. Mooi bruin, maar wel hele mooie felle strepen. Prachtig mooi gezicht, jongens. Vandaag al 4 duinhagedissen gezien. Nou, we laten er weer snel met rust. Wat vind ik altijd, jongens, als ik in een nieuw gebied ben, zoals deze, dat heel ver van mijn huis weg is, weet je, dan is zo'n ervaring in zo'n natuurgebied. Het prachtig maar uitzicht, gewoon echt iets, ja, hoe zeg je dat? Iets heel bijzonders, weet je, het is gewoon, ja, niet in woorden uit te spreken hoe blij ik mij dan voel, weet je. Ik reis al heel wat jaren door Nederland, jongens, maar dit is de eerste keer dat ik in dit gebied ben en dat ik zo'n mooi uitzicht heb gezien, weet je. Dus, er zijn nog meer natuurlijk mooie gebieden, zoals de Bosbank, de Gebbenberg, Bergenbos, jongens, ik kan zo een hele lijst maken. Er zijn nog zoveel mooie gebieden die ik heel graag zou willen bezoeken. En dit was er een van. Komen er jongens uit op zo'n mooi stukje zoals deze? Dat is wel leuk om even aan jullie te laten zien. Kijk, je hebt dit soort zandranden. En hier heb je ze ook. Kan je zien, jongens, dat daar allerlei hele kleine kuiltjes in zitten. Hier heb je nog, hè, jongens. En dat is wel leuk om te vertellen, jongens. Dit zijn namelijk de valkuilen van de mierenleeuw. Je hebt 2 soorten mierenleeuw in Nederland. De gewone en de gevlekte mierenleeuw. En die hebben zo natuurlijk hun naam gekregen, jongens. Omdat zij natuurlijk
voornamelijk een mier eten. En die vangen ze natuurlijk door dit soort valkuilen te graven. Ze doen het wel in de buurt van een mierennest, want er zit er in de buurt een rode mierennest. En ja, dan heb je dat van dit soort kuilen. Dan heb je er nog één, hier nog één. En ja, dan wachten ze daar midden in de kuil totdat er een mier invalt. En als er dan eentje invalt, dan proberen ze hem te pakken en te vangen. Dus ik heb er wel eens een filmpje over gemaakt, jongens, waar je de mieren kunt vinden. Dit is een van de plaatsen. Wat ook wel leuk is om te vertellen of te laten zien, is dat ze bijna allemaal die kuilen hier om hebben gemaakt. Kijk, echt hieronder dit soort soort parapluutje, om het zo te zeggen. En dat doen ze natuurlijk zodat hun kuil niet nat geregend wordt door de regen. Dus hier heb je er eentje, nou, die is helemaal nat geregend. Die is bijna nat geregend. Dus, maar deze zit op zich wel goed hier. Jongens, er was er net eentje bezig met graven. Mijn hele hand trilt, deze was nog bezig met graven, dus ik heb hem heel voorzichtig opgepakt. Dit is de merenwille, jongens, maar dan uit het zand. En je kan die twee voorste kaken zien. En daarmee spuit hij dus het gif in de mier of in het insect wat in zijn kuil valt. Zelf zijn ze praktisch blind, dus ze moeten het echt van trillingen hebben en zo. De larven, die je hier dus ziet, dit is de larven, worden ongeveer meer dan 3 jaar oud. De volwassenen die zullen ongeveer een paar maanden meegaan. En dat is het dan. Het is een heel mooi dier, jongens. Prachtig mooi dier, jongens. Zo te zien is dit de larven van een gevlekte mierenleeuw. Heel mooi dier, jongens. Ik ben er wel blij mee, want je ziet natuurlijk ook niet altijd mierenleeuwen. Je hebt duizenden verschillende soorten mierenleeuwen, jongens. In Nederland heb je er twee. Kijk, jongens, dit is een heel goed voorbeeld van waar ik het over had. Hier zie je het ook beter. En hier zie je al die kleine valkuiltjes van die mierenleeuwen zitten. Het zijn er een hoop. Zijn er geen groepsdieren. Maar wel kiezen ze allemaal deze plek natuurlijk uit. Omdat het natuurlijk heel mooi beschut is en ook tegen de regen hier. En daarom zitten er hier zoveel onder. Wauw, jongens. Wat een rust en wat een stilte. We hebben vandaag echt hartstikke mooie dieren gezien. En wat ook hartstikke leuk is om te zien, jongens, vanaf deze afstand. Is dat allereerst, jongens, het gebied ontzettend groot is. En dat er voor de rest ook bijna geen mensen te zien zijn. En dat is zo leuk als je op een doorweekse dag, op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, weet je, vrijdag, is dat het dan heel rustig is. Zeker in dit soort gebieden, jongens. Iedereen is dan aan het werk. En je hebt dan het hele gebied voor jezelf. En wat ook hartstikke leuk is, jongens, om te zien, is dat er dan je een grotere kans hebt om dieren te zien. Zowel in de ochtend als overdag. Weet je, het is dan ontzettend rustig. Pas in de avond, weet je, dan komen de mensen van hun werk en dan gaan ze dus de gebieden een beetje om de hond uit te laten of voor een avondwandeling, weet je. Dan is het nog, wordt het weer een beetje druk, maar dan neemt het ook weer heel snel af. Dus dat is wel leuk, jongens, als je die keuze hebt om te kiezen op wat voor dag je gaat. Maar goed, jongens, we hebben vandaag wel hartstikke veel leuke dingen gezien. Ik ga zo weer verder, maar ik ga wel weer deze video afsluiten. Ik hoop, jongens, dat jullie ervan genoten hebben. Ik anders wel. Dus, en ik zeg het, jongens, zoals gewoonlijk, tot de volgende keer bij een gloednieuwe vlog van Kees en Olivier. Doeg!